Het klinkt wellicht simpel, maar als de kat braakt, zit er iets in de kat wat er niet thuis hoort. De kat zal altijd proberen zoveel mogelijk het probleem zelf op te lossen. Door te braken, en soms gaat het ook nog samen met diarree, probeert de kat het uit het lichaam te krijgen. Voilà. Om maar te zeggen, het hoeft in winteruur niet altijd over honden of literatuur te gaan. Nee. Het kan ook al eens over een poes gaan. Het is een heel wijs citaat. Een tip, zoals ze zeggen. Een tip, ja. Het geldt eigenlijk ook voor mensen, toch? Ah, zover was ik nog niet. Wanneer heb je voor het laatst gebruikt? Deze tip? Ja, nee, ik bedoel, je hebt... Ja, nee, wanneer heb je voor het laatst gebruikt? Overgegeven. Ah, gebruikt. Ah, ik verstond gebruikt. Nee, en ik dacht nee, gebruikt. Gebruikt? Oeh, dat is al lang geleden dat ik gebruikt. Heb je recentelijk nog gebruikt? In de zomer nog? Ja. 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 Dat is heel vervelend. Ja, maar het is wel verlichtend nadien, hè. Ik voel me wel opgelucht als ik overgegeven heb, is veel aangenamer dan moeten overgeven. Dus... Ja. Maar het kan natuurlijk ook op plekken gebeuren waar je echt niet wil overgeven. Was dat het geval? Ja, dat was het waar geval. Was het dan? Het was in een trein. Ah ja, een volle trein met filmen? Volle trein. Oh ja. Zo'n volle Thalys. Nee, dat is niet leuk. Welkom in Winteruur, Arnon Grunberg. De fenomenale Arnon Grunberg is de gast in Winteruur. Daar ben ik heel erg blij mee. Dank je. En u hebt een tekst meegebracht. Ja. Wil je die voorlezen? Ja, niet over braken, maar... Nee. Dat valt er misschien nog in te droppen. Ja. Een bekentenis. Heere God, ik hield van aardbeienjam. En de donkere zoetheid van een vrouwenlichaam. Maar ook van ijskoude wodka. Haringen in olie. Van geuren. Kaneel en kruidnagelen. Dus hoe zou ik een profeet? Waarom zou een geest iemand als mij bezoeken? Zoveel anderen zijn terecht uitverkoren. Geloofwaardig. En wie zou mij geloven? Want men zag hoe ik me op het eten wierp, roemers leeg en getig naar de hals van de serveerster kijk. Gebrekkig. En me daarvan bewust. Belust op grootsheid. In staat haar waar ook te herkennen. En toch niet helemaal helderziende. Wist ik wat er overblijft voor minder als ik. Een festijn van kortstondige hoop. Een verzameling hoogwaardigen. Een toernooi van gebochelden. De literatuur. Czeslaw Milosz. De literatuur, daar eindigt het mee. Ja, daar eindigt het mee, maar ook wist ik wat er over... Ja, een toernooi van gebochelden. De literatuur wordt ook gedefinieerd. Wat staat er in dit gedicht? Het is een schrijver aan het woord, een dichter is aan het woord over... Die zegt wat ik sowieso heel erg mooi vind, is je noemt een gedicht een bekentenis. En dan denk je, nou, nu gaat het komen, een bekentenis. Nu wordt er iets bekend. Ja. En dan begint hij met Heere God. Dat vind ik ook wel eigenlijk heel grappig. Dat je eerst een bekentenis of een grap. En dan, of een bekentenis of een gebed. En dan zegt hij als eerste, ik hield van aardbeienjam. Dat vind ik al zo... Daar zit voor mij al zoveel humor in. En tegelijkertijd geloof ik dat ook. Ik denk van deze dichter, die denkt van ja, dat is eigenlijk mijn... Misschien niet mijn grootste zonde, maar toch mijn... Ja, zo iemand die niet van de aardbeienjam af kan blijven. Dat die hele kleinheid van zo'n leven en de grootsheid zit daarin. Er zijn heel veel redenen waarom ik dit gedicht heb gekozen, waarom ik het steeds weer lees en waarom ik het zo mooi vind. Maar het begin is er een van. En natuurlijk ook de definitie van literatuur. Dus niet als iets heel hoogs en moois en groots. En onder andere ook wel? Niet? Ook. Maar ook uiteindelijk wat er overblijft voor minderen, zegt de dichter, dat is dus een festijn van kortstondige hoop. Verzameling hoogwaardigen. En dan een toernooi van gebochelen, de literatuur. Ja. Dat vind ik heel mooi. Want toen u het voor het eerst las, herinner je dat nog? Ja, dat denk ik volgens mij wel, ja. Was er dan sprake van herkenning? Ja, dacht ik, ja. Ja, zeker. Ja. Ik bedoel, je kan een tekst heel mooi vinden en toch denken, dit is een tekst die ik niet alleen nooit had willen schrijven, maar ook niet had kunnen schrijven. En dit is wel een tekst waarvan ik denk, dit is een gedicht dat ik zelf ook wel had willen dichten. En ook omdat het heel dicht tegen mijn... wereldbeeld klinkt zo groot, maar tegen de... De manier waarop ik naar de dingen kijk aan zit. Naar de dingen en naar uw... En naar mezelf ook, naar mijn werk. Ja. Want de
Er staat onder andere in, profeet, hoezo ik een profeet? Want dat is, de suggestie is, de rol, dat is de rol die een schrijver krijgt toebedeeld of zichzelf zeker. Aanmeet. Hij schreef dit op het moment, volgens mij schreef hij het al na zijn Nobelprijs, maar op het moment dat hij natuurlijk een enorm aanzien had verkregen. Het was 82, begin jaren 80. Polen was in het middelpunt van de belangstelling. Er werd voortdurend gevraagd om zijn mening te geven over allerlei zaken. Dus inderdaad, dan denken mensen, nou, de dichter is een ziener, profeet, die zal het wel weten. En ik vind het mooie is dat ook dat hier de relativering in zit. En tegelijkertijd ook geeft hij toe dat hij belust is op die grootsheid. En dat hij natuurlijk wel daarna streeft om boven het al te sterfelijke uit te stijgen. Want dat moet je wel genoeg geloven tijdens het schrijven. Of niet? Ik weet of ik per se, of de schrijver die ik ben, altijd geloof dat je voor de eeuwigheid schrijft. Maar je moet wel geloven dat je iets aan het maken bent wat heel uniek en belangrijk is. En wat mensen willen lezen. Anders ga je naar het café, denk ik. In het volle besef dat je iemand bent die houdt van bijvoorbeeld aardbeien, ja, confituur, zeggen wij. Precies, de aardbeien confituur. En ook wat ik ook belangrijk vind in literatuur is dat het niet ontkent dat mensen ook lichamen zijn. En hier brengt de schrijver, de dichter, zichzelf ook terug tot het lichaam dat hij is. Dus hij zegt van ja, ik hou van die geuren en van die aardse. Ik bedoel, ijskoude wodka, haring en olie. Nou, dat zijn niet echt super delicate. Maar ook dat hij die hals van de serveerster. Dus er zit ook nog een soort tevergeefs begeren in. Dat vind ik allemaal, ja. Ah ja, tevergeefs begeren. Ja, denk, ja, dan zou het niet alleen die hele serveerster zijn. Ja, tuurlijk. Maar hij kijkt alleen naar die hals. Oh ja. Meer krijgt hij niet te zien. En maar zoals ik het beleef, dit gedicht, is het eigenlijk heel licht ook. Ja, is dat ook jouw beleef? Het is heel licht, maar het gaat over hele, hele grote dingen. Ja. Uiteindelijk denk ik, heeft die man voor zijn werk voor literatuur geleefd. Ja. Dus het gaat over iets wat voor hem van essentieel belang is. Maar hij kan er met een lichtheid en met een relativering over spreken. En ook dat is iets wat mij heel erg aanspreekt. Want ben jij graag schrijver? Heb je dat altijd willen zijn dan? Nee, ik wilde ooit toneelspeler zijn. Dat mislukte. En toen ben ik via omwegen schrijver geworden. En hoe langer ik schrijf, hoe moeilijk ik me kan voorstellen daarmee op te houden. En ik vind het ook helemaal niet vreselijk. Mm-hmm. Schrijven is niet elke dag leuk, maar dat hoeft. Niets is elke dag leuk. Maar ik ben wel, schrijven zit wel, is heel belangrijk voor mijn identiteit. Ik denk, als je mij zou vragen, wat ben je? Dan zou ik niet als eerste zeggen man, of als eerste zeggen een Nederlander, of iemand die in New York woont. Dan zou ik als eerste zeggen schrijven. Ja. Maar, ik probeer het te vatten, je moet me corrigeren als het niet klopt, maar het besef dat je van vlees en bloed bent, zoals de dichter hier formuleert, houdt het, of maakt het licht en speels en dat je daar niet kan ontsnappen en dat het ook dat die banaliteiten van het leven, of misschien als de vulgaire kanten van het leven, ook heel belangrijk zijn. En ook heel belangrijk zijn voor literatuur. Ik geloof niet dat je ook als je schrijft, dat je daar moet willen ontsnappen. Dat je eigenlijk toch altijd, als je over mensen schrijft, moet beseffen dat je ook over die lichamen schrijft die aan die mensen vastzitten. Niemand is alleen maar, hoe graag wij dat soms ook misschien zouden willen, alleen maar gedachten of alleen maar denken. En gebeurt dat dan vanzelf als schrijvende? Of is dat iets dat je jezelf moet dan herinneren? Nee, daar ben ik me super van bewust. Oh ja. Nou, vond ik wel aardig dat je met braken begon. Ja. Want dat is natuurlijk het lichaam. Ik voelde meteen een keer weer iets aangeboden waar ik graag over gepraat. Natuurlijk, dat is fantastisch. Ja. 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 Dat lichaam dat in opstand komt. Ja. Vaak op momenten dat je het niet wil. Misschien als Winteruur ooit stopt als programma, dat we het daarover moeten hebben, over lichamelijke dysfuncties en mensen uitnodigen om daarover te praten. Dat zou wel een goed idee zijn. Ja. 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 Wil je de tekst nog eens voorlezen? Graag. Een bekentenis. Heere God, ik hield van aardbeienjam. En de donkere zoetheid van een vrouwenlichaam. Maar ook van ijskoude wodka. Haringen in olie, van geuren, kaneel en kruidsnagelen. Dus hoezo ik een profeet? Waarom zou een geest iemand als mij bezoeken? Zoveel anderen zijn terecht uitverkoren, geloofwaardig. En wie zou mij geloven? Want men zag hoe ik me op het eten wierp, roemers leeg en gretig naar de hals van de serveerster kijk. Gebrekkig en me daarvan bewust.
belust op grootsheid, in staat haar waar ook te erkennen. En toch niet helemaal helderziende. Wist ik wat er overblijft voor minder als ik. Een festijn van kortstondige hoop. Een verzameling hoofdwaardigen. Een toernooi van gebochelden. De literatuur. Czeslaw Milosz. Weet je wat ik ook mooi vind bij als ik het herlees? Hij begint in de verleden tijd. Hè? Ik hield van uitbijzem. Alsof toch allemaal... Er zit ook enorme weemoed natuurlijk in die we niet benoemd hebben. Ja, dat is waar. Ja. Te laat nu. Om die weemoed nog te benoemen? Nou, dat geeft niet. Nee. Datzelfde. Hij is er, dat is genoeg. Meer hoeven we er niet over te zeggen. Dit is het moment in het programma dat we gewoonlijk slaap wel zeggen tegen de mensen thuis. Wat jullie wel te rusten noemen in Nederland. Of ik dat wil zeggen? Ja, slaap wel. Wel rusten. Slaap wel. Slaap wel. Ja. Ja. Heel goed moment. Ja, ja. Ja.